2 van Voetbal Insight. U kunt natuurlijk zelf nog steeds meedoen. www.voetbalinsight.nl of dan de sms spatie VTB en nummer 2200. Frenk, 40 alweer. Hoe is dat? Nu je het zegt. Is het echt zo? Zo voelt het ook? Kijk, ik sta er eigenlijk nooit bij stil. Wat het gek is, vorige week hebben we allemaal kunnen genieten van de nostalgie. De mooie beelden van Milaan. Hoe heb je dat zelf ervaren? Ja, ik heb helaas geen één uitzending gezien. Maar ik krijg wel de banden opgestuurd. En graadmeter is mijn dochter. Normaal gesproken interesseert zich niet zo over voetbal. Maar die stuurde me een sms'je dat ze het heel erg mooi vond. Dus ik ben toch wel benieuwd. Maar hoe komt het dat je er zelf niet naar gaat kijken? Of was je toevallig drie uitzendingen was ik weg. En de andere was ik lichtelijk grieperig. En toen ben ik naar bed gegaan. Ja. Misschien ben jij de enige die altijd naar je eigen programma's kijkt. Ja, dat was van NOS hoor. Je bedoelt dat ik naar dit programma kijk? Ja. Nou, misschien komt dat doe ik alleen maar om goed op te letten. Als je ergens naar terugkijkt, in mijn optiek valt het dan altijd tegen. En dat heb ik al van natuur, dus ik kijk niet zoveel naar wat gebeurd is. Maar ja, goed, als mijn dochter al zegt, je moet kijken, dan ga ik er wel naar kijken. Ja, want we zijn je natuurlijk even kwijt. Je hebt al laatst bij Jacko gezegd, het is geen sabbatical year waar ik mee bezig ben. Hoe sta je er op dit moment in? Wat wil je gaan doen? Ga je wat doen? Ja, ik ben achter de schermen wel bezig met een concept. Uitwerken van een programma. En dat heeft ook met voetbal te maken. TV-programma? Nee, geen tv-programma. Maar dat pakt ook wel mijn aandacht. Daar ben ik mee bezig. En als ik daarmee klaar ben, ja, dan sta je weer open om ook de voetbalwereld in te stappen. Maar leg uit, een programma. Hoe bedoel je dat? Alle wielcurven vroeger met allerlei vormen van training of zo? Of? Ja, dat zit er ook in. Ja, het is eigenlijk dat je zegt van je doet wat voor het voetbal van hoog naar laag. En het is echt van hoog naar laag. Het is van jeugd of van amateurs naar het professionele voetbal. Een masterplan klinkt dit. En er zit heel veel know-how in, ook van ex-topvoetballers. En dat zijn we nu aan het uitwerken om te proberen om ook wat te doen voor het voetbal terug. Omdat wij daar natuurlijk ook... Maar is het een tegenhanger van het masterplan waar de KNVB toe mee gekomen is, of niet? Ja, nou, tegenhanger weet ik niet. Ik ben bezig met mijn eigen project en ik heb geen zin om dat te vergelijken met iets. Want dat was toch vroeger het idee ook, dat Piet Keizer en... Jawel, nee, je had twee plannen. Je had het volledig overbodige masterplan van de KNVB... wat door Han Berger ontworpen is en waar Van Gaal zich over ontfermd heeft... en waar heel veel subsidiegeld in gestoken zijn. En nou gaan die mensen die gaan met een hersenspoelende provincie in... om al die boeren te vertellen hoe het werkelijk moet vanuit hun ivoren toren. En Piet Keizer had bedacht dat... ex-topspelers die geen club hebben, bijvoorbeeld Frank en Gullit en Cruijff en Wim Jansen in die tijd en Kieft, dat die regionaal bijeenkomsten bezoeken en dan met de goede talenten uit die regio individueel gaan trainen. Sprak mij veel meer aan persoonlijk. Lijkt dat meer op jouw plan? Of? Ja, het hoeven geen ex-topspelers te zijn die geen club hebben. Ik bedoel, iedere ex-topspeler kan zijn input geven. En het doel is gewoon om het voetbal in zijn algemeenheid te helpen. Hè, een steentje bij te dragen. Ja. Omdat wij daar natuurlijk ook een fantastische tijd in hebben beleefd. En dus een soort van iets terug doen voor de voetbalwereld. Er wordt trouwens, en dat zegt Daniel van Veel uit Bussum ook... jij wordt in verband gebracht met bondscoachschap van de Nederlandse Antillen. Wat is daarvan waar? Ja, daar ben ik wel voor gepolst inderdaad. Maar? Ja, er is nog helemaal geen beslissing over genomen. Maar dat zou eventueel kunnen dus? Ja, ik heb er nog niet echt op gereageerd. Ik heb het het is mij verteld. Ik ben erover aan het nadenken, maar... Ik hoor net dat er 5 spelers van Veendam in de selectie zitten. Sterker nog, Brutil José, Robin Nelissen van AZ is gezegd. Eigenlijk iedereen hier in de Nederlandse competitie. Apart verhaal, meneer Kessler. Kan dat allemaal zomaar? Ja, kijk, als die heren daar geselecteerd zijn, dan zal dat denk ik kunnen. Het is een beetje het Schotse model, waar iedereen die maar een beetje Schots bloed heeft of Iers bloed, die worden gewoon opgeroepen. Dat kan. Maar zo zou je ook een Surinaams team samen kunnen stellen natuurlijk. Ja. Hangt van je paspoort af, denk ik. Ik denk dat een uitgangspunt voor dat soort landen is bijvoorbeeld Senegal. Dat tegen Frankrijk won tijdens de kampioenschappen. En ik denk dat veel van die landen dat proberen na te bootsen. Het CFK kwam vorige week iets minder positief in het nieuws, Hans. Ja. En dat had alles te maken met het feit dat er eerst gesuggereerd werd... dat enkele spelers op hardhandige wijze hun geld kwamen halen. Dat bleek later om de heren Veldman en Van Gobbel te gaan... die dat bij hoog en bij laag ontkenden. En zeiden dat er heel vaak betalingen werden gedaan... die eigenlijk niet betaald mochten worden, maar dat moest dan stil blijven. Wat is het CFK in de allereerste plaats? Dat is het contractspelersfonds KNVB. En KNVB staat ook voor koninklijk. Het is de koninklijke KNVB.
Nou, dat contractspelersfonds is een fantastisch fonds voor gewone spelers geweest. Tientallen jaren geleden opgericht door Karel Jansen bij de VPCS. Fantastische regeling. Spelers die uitgespeeld zijn krijgen 10 jaar lang een gedeelte van hun verdiensten uitgekeerd. Nooit aanmerking op geweest, totdat een aantal spelers multimiljonair werd en pro-prof kwam, onder leiding van Rob Cohen en nog een paar mensen. En plotseling was er gedonder in de tent. En tot mijn niet geringe verbazing, en dan moet ik heel eerlijk zeggen, las ik onmiddellijk dat de heer Kessler de mededeling deed: de K van het CFK die moet eraf. Nou, dat vond ik op dat moment niet het goede moment om afscheid te nemen van het CFK. Per volgend jaar pas trouwens, maar. Ja, oké, per juli 2004. Maar de mededeling op dat moment is het: ik ben Jan gemiddeld. In het Nederlands. Ik ben Jan gemiddeld. Zo maar beschouw ik mezelf. Ik kijk zoals de doorsnee-liefhebber naar voetbal kijkt. Nee, ja, niet. Maar zo vind ik dat zelf. En bij mij kwam het over dat de KNVB stelling nam tegen het CFK. En ik vind het een onrechte dat het gebeurt. Het is een fantastische goede instelling, waar onder andere Johan Stekelenburg, de integriteit zelf, een belangrijke rol in speelt. En als er dan eens een keer een fout gemaakt zal zijn bij het CFK, en dat zal best, dan zal dat niet een fout zijn die continu gemaakt is. En ik vond het moment om die mededeling te doen van Henk Kessler, vond ik een zeer ongepast moment. Laten reageren. Is dat een reden geweest om te distancieren? Nee, helemaal niet. Dus ik denk dat Hans het op dit moment toch even in een iets verkeerd daglicht zet. Ja, maar dat is een jurist, hoor, de heer Kessler. Nee, maar ik kan het ook gewoon in begrijpelijk Nederlands heel goed uitleggen. De K staat inderdaad voor KNVB. Dat was oorspronkelijk. Maar we hebben al sinds 1994, het kan ook 92 zijn, totaal geen enkele bemoeienis meer met dat fonds. Het bestuur is volstrekt onafhankelijk van de KNVB. Er zitten ook geen KNVB-mensen in. Er zitten wel mensen in die een functie hebben bij de KNVB, maar die zitten daar puur op eigen titel. We hebben niet al te lang geleden nog eens een keer met elkaar gezeten, met het bestuur. Toen hebben we gezegd: jongens, dan kunnen we twee kanten uit. Ofwel, we krijgen weer formeel zeggenschap bij het CFK, ofwel, we krijgen die zeggenschap niet, dan vinden we dat de naam KNVB op termijn moet verdwijnen. Nou, daar hebben we helemaal geen haast mee gemaakt. Want wij vinden ook, en dat ben ik met Hans eens, dat het CFK een fantastisch instituut is. En ik onderschrijf volledig dat de problemen ook gekomen zijn op het moment dat een aantal topspelers zeiden van: ja, luister eens, is dat misschien nog wel iets voor ons? Nou, dan moet je die discussie moet je met elkaar aangaan. En toen hebben wij gezegd: als nou toch het CFK in juli volgend jaar een andere opzet krijgt, want dat krijgt het, dan wordt het een fonds waar ook andere topsporters toegelaten worden, dan lijkt het niet meer dan logisch dat je de naam KNVB er dan van afhaalt. Want dan is het geen KNVB-vlag meer, omdat er A, al andere sporters in zitten, en B, we hebben gewoon niks te zeggen. Maar de timing was toch slecht? Ja, de timing is niet slecht. Bedoel, want dat was precies was al, tijdens dat conflict. Dat was al bekend. Ik lees het, ja, de dag het of twee bekend. Dagen of drie dagen na het conflict, dan is dat toch een slechte timing. Dan krijgt Jan gemiddeld toch het idee van: ja, bij de CFK zal wel iets aan de hand zijn. Nee, als ja, elkaar ik wil Hans Kraaij hier toch in steunen, want ik ben het heel erg met Hans eens. Kijk, dat Hans heeft ook wel eens heel erg gelijk. En het is nou zo, voor de doorsnee voetballer is dit een geweldige spaarpot. Een voetballer komt niet meer in de goot terecht. Die krijgt jaarlijks krijgt hij dat uitbetaald. En het grote voordeel is dat het verdiende geld, 50% van het verdiende geld, er gaat belastingvrij erin. Het gaat ook niet volgens mij toch om de opzet. Daar gaat het niet om. Maar het gaat om het feit dat misschien verhalen en misschien dat. Ja, maar laat me even uitpraten dan. En ze krijgen het dan uitgekeerd en dan wordt het wel belast. Maar het probleem is dat die grote voetballers, die multimiljonairs, die worden omgeven door snelle jongens, financiële experts. En die willen van de multimiljonair een ultimiljonair maken. En Rob Cohen, de schoonvader van Ronald de Boer en de zaakwaarnemer van beide de Boertjes, die loopt achter de schermen altijd te schoppen tegen die organisatie. En die heeft nu zo'n domoor van Proprof, die niet geremd wordt door enige kennis van zaken, naar voren geschoven. Die roept wat ongenuanceerde dingen. Die heeft meneer Hellingman, dat is de huisjurist van hem, naar voren geschoven. En die heeft helemaal geen boodschap aan solidariteit en spelers die minder verdienen dan zijn schoonzonen. Ikke. En de rest kan stikken. En die mensen die het daarvoor te zeggen hebben, daar kun je veel over zeggen, maar dat zijn zeer integere mensen. Maar als dus toch daadwerkelijk blijkt dat er betalingen zijn gedaan, terwijl dat tegen de afspraken van de reglementen is. Zal ik daar ook eens wat van zeggen? Als dat gebeurd is. Nee, ik word er wel boos om de Cohens van deze wereld. Misschien, dat sluit ik niet uit, dat er best eens een jongen aangeklopt heeft bij dat fonds met een sociaal probleem die hevig in de stront zat. Dat ze hem geholpen hebben, sociaal gezien. En dat hebben die heren gehoord en die hebben gezegd: en nu pakken we ze. Dan worden ze veroordeeld voor hun sociale gedrag, maar niet voor hun asociale gedrag. Maar dan denk je dus ook dat eventuele bedreigingen, waar nu over gesproken werd, absoluut onjuist zijn. Het feit dat John Veldman nu een rechtszaak begint,
Oh, ik ja, maar die rechtszaak moet hij tegen het AD beginnen, begrijp ik. Want AD heeft dat gepubliceerd. Maar ik geloof zonder meer dat... Ik ken John Velpman heel goed. Ik geloof zonder meer dat die jongen geen agressiviteit heeft betoond. Nou, dat blijkt ook wel, want anders ga je geen rechtszoek aan. Maar daar gaat het mij in principe niet om. Het gaat er mij om het CFK en wat daarmee gebeuren gaat. Nou, dat is gewoon goed. Het is goed voor de spelers. En het is nog wet rechts... Hans, dat ontken ik toch ook niet? Met nee, maar ik onsympathiek over. Nee, ik heb het net zo ervaren als Hans. Ja. Jij maar... distancieerde je er min of meer van het CFK. En dat was niet nodig. Die hadden wat morele steun verdiend van jou. Nee, dat ben ik niet met je eens. Je kunt dan... Want dan moet je liegen. En daar heb ik een waanzinnige hekel aan. Op het moment dat mij gezegd wordt van... Maar het is toch zo dat in het kader van de nieuwe regeling afgesproken is dat... Dan heb ik geen zin, Johan, om dat moment te ontkennen. Terwijl de KNVB altijd gezegd heeft dat het CFK op zich voor de spelers niet alleen een voortreffelijke regeling was, maar bovendien heel concurrentiebevorderend werkte voor de voetballerij in Nederland. Nee, zakelijk gezien, maar jij had er best aan toe kunnen voegen dat dus een Duivenbode, een Van Zeggelen, een Gerard Bauer, waar we best wat over kunnen vertellen, maar dat die mensen nooit in discussie staan omdat ze onbetrouwbaar met geld zijn en met geld van het CFK. Dat is nooit aan de orde. Heb je er goede ervaring mee trouwens, Frank, of niet? Daar, Johan, daarvan zeg ik, dan neem je op dat moment stelling, terwijl de bewuste keuze is geweest, wij onthouden ons van het conflict. Want wij zijn geen partij. En dat vind ik dat je ook niet... Maar de ene kant, die kaart van jou staat er nog wel, hoor. Ja, oké, maar dan moet je niet de ene kant kiezen. Dan moet je ook niet de andere kant kiezen. Dan moet je de neutraliteit in acht nemen. En dan moet je gewoon zeggen, mensen, dit is feitelijk de gang van zaken. Ik vind het even leuk als Frank... Hier zit Frank, die heeft uit eigen ervaring. En uit eigen ervaring. Ik bedoel, het beter voorbeeld kunnen we niet hebben. Positief altijd, CFK voor jou. Nou, ik denk dat je het gewoon moet bekijken op de huidige situatie. Het heeft altijd goed gewerkt, hè? Met inderdaad goede, betrouwbare mensen... die ook het beste voor hadden met de spelers die dit na hun carrière ook erg nodig hebben. Dus ik vind dat een nobel streven, ik vind dat perfect. Nu zijn de tijden wat veranderd, we hebben wat rijkere spelers... en dan krijg je stroopingen van, zullen we ons afscheiden? En dan gaat het spel op de wagen. En ik vind het op zich wel triest dat dan... juist de rijkere spelers dit op gang brengen. Het systeem heeft ondermijnen. Ja, want ik bedoel, als er nou kritiek is qua prestaties van de mindere goden... die het hard nodig hebben, dan denk ik van oké, daar moeten we in gaan duiken. Maar juist de mensen die al meer verdienen, ja, die gaan het dan aankaarten. En daar heb ik gewoon zelf niet zo'n goed gevoel mee. Want ik vind, vieze smaak wil niet zeggen, want ik neem steeds een slokje cola ook. Maar ik wil zeggen van, ik vind juist, je hebt een soort verplichting ook. Hè? Je hoort allemaal bij die betaald voetbalorganisatie. Je houdt elkaar allemaal in stand. We hebben allemaal tegenstand nodig. En je hebt daar nou eenmaal een hiërarchie in. Maar als je dan hoog in de hiërarchie zit, heb je ook de verplichting om te zorgen dat de mensen onder je het ook goed hebben. Klinkt inderdaad mooi. Nu gaan we naar de werkelijkheid toe, meneer Kessler. Sander Konings uit IJsden verbaasde zich met misschien wel veel mensen over uw interview in de Limburger, waarin u MVV echt de oren waste. Ze hebben ons al 3 jaar lang voorgelogen, daar kwam het een beetje op neer. En het wordt tijd dat we eens iets gaan ondernemen. Waarom nou juist MVV, zo'n klein clubje, grote traditie? Waarom niet een club die veel grotere schulden heeft? Nou, ik wil er ook wel wat van zeggen. Ik heb er al eerder wat van gezegd. MVV, vind ik, brengt schade toe aan de bedrijfstak wanneer je uiteindelijk moet concluderen dat je 2 maanden lang, misschien nu al wel 3 maanden lang, je werknemers niet betaalt. Daar doen we maar allemaal heel gemakkelijk over in het betaalde voetbal. Als de ABN dat zou doen en die zou het salaris niet betalen, of zeg maar jouw werkgever zou je salaris niet betalen, dan zouden we nooit in brand schreeuwen allemaal. Maar in het betaalde voetbal is dat kennelijk maar de gewoonste zaak van de wereld. Dat heb ik nou eens aan de kaart willen stellen. En ik heb daar gelijk ook een daad mee willen stellen, door te zeggen van mensen, luister eens, we gaan eigenlijk niet meer zo aardig om. Clubs roepen vaak hele vervelende dingen tegen de KNVB. Dan kan het niet zo zijn dat de KNVB niks terug mag zeggen. Maar en dan even het strikt weer. En dan krijg ik weer het verwijt van, god, daar heb je hem weer. Hij probeert zich weer uit een bepaalde situatie te praten als zijnde de jurist. Bij FC Utrecht heb ik ook gezegd van, mensen, wat daar gebeurd is, dat kan niet. Dan heb je op dat moment, heb ik ook gezegd, ik heb... denk ik in jouw blad notabene nog vrij forse taal gebezigd richting FC Utrecht. Dus ik heb helemaal niet gezegd... Ja, maar daar zullen ze bang voor zijn geworden als ik dat zo lees. Nee, maar... We kunnen namelijk niks doen, zegt hij. Nou, dat is dus... Kom ik weer terug op de discussie van net. Ik had dus de keuze gehad als KNVB zijnde de licentiecommissie voor te leggen van... Mijn heren, want ik ben de licentiecommissie niet, hè. Nee. Daar is een onafhankelijke commissie. Mijn heren, trekt de licentie van FC Utrecht maar in. Spelerstransfer vrij, dan is het bolwerk FC Utrecht is dan... ja, verloren, is vergaan. Dan moet FC Utrecht via uiteindelijk weer terugkomen in, zeg maar in maar de Eredivisie. Maar een organisatie met inmiddels 40 miljoen euro schuld... terwijl daar bij MVV wordt gezegd 1,5 miljoen euro.
Waarom worden wij dan gepakt? En Utrecht, dat mag gewoon doorgaan met zo'n gigantische schuld. Ja, maar Utrecht mag niet doorgaan met 40 miljoen gulden schuld. Utrecht is de schuld kwijt. Nee, maar ik vind dat ook niet juist, want dat heb ik ook verweten. Afgelopen vrijdag hebben we daar overigens in alle plezierigheid een gesprek met de wethouder van Utrecht over gehad, meneer Spekman. Want ik was bepaald, zeg maar, niet tevreden met de manier waarop hij de toezichthoudende rol van de KNVB had neergezet. En ik heb hem ook gezegd, je moet geen appels met peren vergelijken. Op het moment dat wij bij de KNVB de licentieaanvraag van FC Utrecht binnenkrijgen en de stadion NV wordt daar helemaal buiten gehouden, getekend en al door de accountant, met andere woorden alleen maar een deelneming, dus met andere woorden geen groepsmaatschappij, dan is er voor ons, getekend door een registeraccountant, geen aanleiding om te zeggen, we moeten dat even onderzoeken of mee laten consolideren. Nou, bij FC Utrecht zou het onder de nieuwe regels van het licentiesysteem zo zijn, zoals we het straks graag aangenomen willen hebben, dat ze de nieuwe competitie met 6 punten in mindering hadden moeten beginnen. En daar zeg ik van, laten we nou met elkaar die zelfreinigende werking eens opbrengen en een stuk preventie opbrengen met elkaar. Dat we dan ook zeggen, mensen luister eens, als je je niet aan de regels houdt en hangende het seizoen, en dat is waar Hans het net voor de pauze even over had, hangende het seizoen overschrijd je je begroting op een geweldige manier, je exploitatie, door in plaats van 30 begrote leaseauto's de 70 te nemen. Ja, dat mag dus dan niet. En dan krijg je daar straf voor. Krijg je eerst een waarschuwing en de tweede keer krijg je dan een aanzienlijke sanctie aan je broek. Er zijn heel veel mensen trouwens, zoals Johan Hinter uit Terneuzen, die ook zich afvragen, wat worden de sancties? Je noemde een voorbeeld, punt aftrekken. Komen er ook andere sancties, nog veel meer? Als je dus uiteindelijk weer niet aan, zeg maar, de bepalingen van het saneringsplan, zoals het dat dan zou moeten komen, voldoet, dan betekent dat uiteindelijk gewoon, net zoals in Duitsland, dan ga je maar, zeg maar, het betaalde voetbal uit. Maar punt aftrekken. En dan hebben wij... En dan hebben wij... Wat je kan overkomen natuurlijk. Punt aftrekken is het eerste wat je kan overkomen. In eerste instantie. Nou, helemaal uitgezet worden. Ja, okay. Maar dat is iets wat dat we een ook goede nog, maatregel. Dat zullen we ook nog met elkaar goed moeten beoordelen. Kaiserslautern begint met min zoveel. Min 3 punten, ja. En we hebben dat in de tweede Bundesliga ook gehad. Rot-Weiss-Essen, -6 punten in mindering. Reutlingen, 6 punten in mindering. Ja. Heeft daar heel goed gewerkt. Want daar is men als de dood nu op dit moment. Maar kun je dat in het kader van de reglementen nu ook gaan doen, het nieuwe seizoen? Nee, het nieuwe seizoen nog niet. Ja, dus met andere woorden, wij op volgende week maandag hebben we algemene vergadering. Maar daar kan dat ook beslist worden? Of moet dat eerst weer een voorstel worden? Nee, dan kan het beslist worden. Dan moeten we het uitwerken. En dan gaat het voor het seizoen daarop. Hè, dus met andere woorden, het seizoen 2004-2005. Zitten we dan goed? Ja, 2004. Ze kunnen nog een jaartje rommelen dus. Ja, nee, want de licenties zijn we nu aan het verstrekken nog volgens de oude voorwaarden. Dus je kunt nu de regels niet veranderen. Nee. Maar wat Johan zegt, dat is waar. We kunnen nog een jaartje sjoemelen als club zijn. Nee, ja. Als je er doorheen strikt formeel. Waarom wachten we dan een jaar nog? Omdat dat niet anders kan. Want die licenties zijn nu verstrekt volgens het oude systeem. Ja. Als clubs daar bezwaar tegen maken, hebben ze het juridisch volmaakt gelijk. Daar kan ik gewoon niks aan doen. Zijn die mensen van de licentiecommissie niet bij geweest dat ze ermee wilden stoppen? Want ik zou dat toch niet zo eervol vinden als ik het hele jaar in de krant zou lezen dat ik in de maling genomen ben door die club en dan weer door die club en dat er niks van klopte. En het gaat toch over, het is toch puur juridisch gezien, hoop ik dat ik geen onzin vertel, valsheid in geschriften. En daar moet toch een sanctie op kunnen staan. Want als ik toch een valse verklaring inlever, terwijl ik met mijn volle verstand weet dat het geld er niet is, dan pleeg je toch valsheid in geschriften? Ja, als je dingen verzwijgt, hoeft dat, het woord zegt het al, als je dingen verzwijgt, hoeft dat in principe geen valsheid in geschriften te zijn. Nee, maar als je al 20 jaar 10.000 toeschouwers krijgt en de begroting wordt in orde gemaakt door 20.000 op te voeren, ja, dan vind ik dat valsheid in geschriften. Ja, maar, en daar bedoelt Hans op, zo gebeurt het vaak. Maar dat pikken we, heren, laat daar nog een misverstand over zijn, dat pikken we dus al jaren niet meer. Met andere woorden, een sponsorcontract, wat 4 jaar geleden nog, ik heb dat voorbeeld wel eens vaker gegeven, dan kwam er een club en die zei, god, we kunnen kiezen uit 3 hoofdsponsors. Ja. Nou, dan zeiden wij als KNVB van, oké, neem de laagste maar op, want die heb je wel. Nu zijn er gewoon clubs die zeggen, ja, ik heb nog steeds geen sponsor. We hebben toch net en dan zeggen we van, mijn heren, dan zult u voor dat bedrag wat u in uw begroting hebt staan voor die sponsoring, er zijn toch 1 miljoen... Er zijn toch fictieve sponsoren opgevoerd, dat weten we toch Hans, net erover. Hans weet het kennelijk heel goed. Hans heeft het uitgevonden. Nee, maar Hans, dat doen we dus nu. Hans, dat doen we nu echt niet meer, want nee, dat wordt echt gebeurd. Ja, maar dat is dus nu absoluut uit den boze. Dat gebeurt niet. Nee, Henk, vind je ook dat die bestuursleden die dat flikken, dat die geschorst moeten worden? Net zoals een speler die toevallig Roelof Luyngen tegenkomt, 4 wedstrijden geschorst wordt, moet zo'n man ook niet gestraft worden dat hij geen functie 1, 2, 3 jaar in het betaald voetbal mag uitoefenen? Want hij veroorzaakt nogal wat, hè? Ja, maar dan kom je in een gebied wat natuurlijk erg lastig is, Johan. Dat meen ik echt. Want dan kom je in, zeg maar, waar is het werkelijk aansprakelijkheid? Waar is het geen aansprakelijkheid? Het bestuur van Utrecht? Waar zijn het goede bedoelingen? Hè, met andere woorden, wellicht wat verblind door... Goede bedoelingen, maar 39 miljoen in de min. Ja, maar dan zeg ik vind dat een lastig grensgebied.
Daar praten we zeker zo over door. Kort, Frank, voor de reclame. Heb je inmiddels nog steeds sympathie voor Clarence Seedorf? Of is het veranderd? Nee, nog steeds sympathie voor Clarence Seedorf, ja. Ja? Ja. Zou je er wat meer over willen vertellen dan? Is goed. Doen we dat zo na de reclame. www.voetbalinsight.nl of de VTB-spatie in de nummer 2200. Dan hebben we het over de sms. Tot zo.